Overigens, wat we hier ook zien, hè, deze lintvoeg die hierboven zit, die gaat hier al helemaal scheuren. Hè, en zo'n loodslabbe, die hoort normaal gesproken volledig door het buitenblad aangebracht te worden tot aan het binnenblad. In dit geval zien we dan hieruit ook van joh, dit is een aanbouwtje wat geplaatst is. Waarschijnlijk hebben ze hier alleen het voegje een beetje uitgeslepen. En zal het loodslabbetje een centimeter of 4 in het metselwerk verwerkt zijn. Dus belangrijk eventjes, daar maken we alleen een opmerking van. Maar die lintvoeg is iets om in de gaten te houden. Hij scheurt al op diverse plaatsen. Die gaat loskomen op langere termijn. Voor nu even de hoogte inkorten. Als we hier nog een stukje verder gaan naar het volgende loodslabbetje, dan zien we hier eigenlijk wat er gebeurt als de loodslabben te lang uit één stuk is. Kijk, want hier, dit is een loodslabben van het wat oudere gedeelte van de aanbouw.